Elektrische stroom. Nou, wat is stroom precies? Lastig uit te leggen, maar ik gebruik een modelletje om de spanningsbron en stroomsterkte uit te leggen. Hier zie je een CV-installatie. In de branders, zeg maar, daar wordt aardgas verhit en het water wordt warm. Het water stroomt vervolgens rond en bij het apparaat wordt de energie afgegeven. Een pomp die pompt het water rond. En hier zit een schakelaar, daar kun je de verwarming mee openen of sluiten. Nou, kijken we nou naar de situatie daaronder, dan kunnen we zeggen: de spanningsbron is zeg maar de pomp samen met die CV-installatie, met die brander. En wat doet die spanningsbron? Die geeft het water energie mee en die pompt het rond. Spanningsbron, die geeft het water energie mee, dat is de stroom eigenlijk, en pompt het rond. Het water kun je vergelijken met de stroom en die wordt niet verbruikt. Het enige wat het water doet, is de energie transporteren en afgeven bij het apparaat. De knop hier is de schakelaar en het apparaat, zeg maar, het lampje is vergelijkbaar met de radiator. Stroomsterkte meten, dat doe je met een amperemeter, een stroommeter, en die zet je in serie met een apparaat. Hoe schakel je hem? Je begint bij de plus, vaak wordt een rood snoertje gebruikt. En dan ga je naar de pluskant van je meter, anders gaat de wijzer de verkeerde kant op. En dan ga je verder van die zwarte, dat is de min, naar de min van de batterij. Dus plus op plus, anders gaat de wijzer de verkeerde kant op. En deze moet op het isje staan, dat is namelijk gelijkspanning. De stroom gaat gewoon van plus naar min. Bij wisselspanning, bij deze, zoals bij het stopcontact, wisselt het continu om. En je begint met je grootste bereik, anders slaat je wijzer misschien veel te ver uit. Waar je de stroomsterkte ook meet, hij is overal even groot. Dus hier, hier, hier of hier. Overal heb je dezelfde waarde voor je stroomsterkte. Er wordt wel energie afgegeven, maar stroom wordt niet verbruikt. Er is een letter voor, een symbool. Dat is de letter I voor stroomsterkte. En de eenheid is de ampère, afgekort met A. Nou, IA van ezel kun je onthouden. 1 ampère is 1000 milliampère, net zoals bij meter naar millimeter. En een milliampère is een duizendste ampère. Kerstlampjes, die zijn ook serie geschakeld gewoonlijk. Als je dan één lampje losdraait, valt alles uit. Maar als er eentje stuk is, zou je denken, er valt ook alles uit. Maar dan zit er vaak een extra draadje, waardoor het lampje uitgaat, maar er wel nog een verbinding is. Nou, het voordeel van serie is dat die 230 volt dan verdeeld wordt over al die lampjes. Anders heb je wel erg veel licht. De zekering wordt ook serie geschakeld met andere apparaten in één groep thuis. En die zorgt dan dat die hele stroomvoorziening onderbroken wordt. Dus elke groep heeft een aparte zekering. En als die uitvalt, valt de hele groep uit. Nou, probeer eens om te rekenen van ampère naar milliampère en omgekeerd. En controleer je uitkomst. Eentje voordoen. Deze is van ampère naar milliampère keer 1000. En als je van milliampère naar ampère moest, moest je delen door 1000. Je begint met het grootste bereik bij die amperemeter. En in dit geval zit die in de 5 ampère. Dan moet je ook kijken bij de 5. Dus 4, dan is het 3,4 ampère. Dan schrijf je ook op I is 3,4A. Stel je voor, dit is je waarde. Dan is die waarde te klein om hem goed te kunnen aflezen. Mag je hem dan omprikken naar een andere? Dus even kijken. De waarde is, je leest bij de 5 af, rond de 0,2 ampère. Als ik hem nou hier aan doe, is die 0,2 minder dan 0,5. Dus ik mag hem omprikken. Nou, hoeveel lees ik af? Hij zit nou in de 0,5. Dus ik lees deze af. 0,5, 0,4, 0,3, 0,23 ampère. Mag je dan naar deze? Nee. Want 0,23 is meer dan 0,05. Nou, waar is hij nou goed opgenomen, de ampèremeter? Hier of hier? Hij moet in serie, uiteraard de bovenste. De onderste is nogal gevaarlijk, want je maakt eigenlijk gewoon kortsluiting. Dus de stroom gaat in één keer van plus naar min, de makkelijkste weg. Het lampje gaat uit en je hebt kortsluiting. Bij een parallelschakeling, daar mag je stromen optellen. Dus je totale stroom, I totaal, is I1 plus I2 plus I3. Hier en hier is het begin. Daar is de totale stroom, die is gelijk. En tel je ze op, dan heb je de totale stroomsterkte.
Als je nou één lampje uitdraait, dan valt alleen dat lampje uit. Je zou hier een schakelaar kunnen zetten voor alleen dit lampje aan en uit te doen. Of hier voor alleen deze. Maar hier kun je ze allebei tegelijk aan en uit doen. En dit is wat we eigenlijk hebben als schakelschema. Dus dit is het schakelschema. Teken je met rechte lijnen, potlood en symbolen. Hier heb je een parallelschakeling. Je totale stroomsterkte is dus 3 plus 4 plus 2, dus 9 ampère. De zekering zal nog niet springen. Boven de 16 ampère springt die. Toepassingen van parallelschakelingen. Bijvoorbeeld stopcontact is in parallel geschakeld. Je spanning is overal gelijk. Gaat één apparaat stuk, doet de andere het nog. En je kunt ze apart in- en uitschakelen. Ander voorbeeld is de lampen in het lokaal. Als er één stuk, dan blijft de rest het doen.